Hey, Diamonds. Hey, dit is echt even een lekker keefje, hoor. Maar wij gaan eerst de schapen een naam geven en iedereen... Nou, niemand kan het verwachten. Eén iemand in de hele wereld kan het verwachten. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video, Hieltka Floris. Laat alvast een like achter en ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer zeker op mijn kanaal voor meer video's. Vandaag aflevering volgens mij 36 van de Minecraft Survival. Minecraft Survival kon er niet heel vaak meer nu, omdat ik als ik dit opneem, als jullie dit zien zeg maar, ben ik dus echt al een tijdje, nee ik ben denk ik al terug uit New York, maar dan ben ik nu in Rotterdam. Misschien ben ik al bezig aan ontgroening, ik weet niet precies wanneer dit online komt. In ieder geval kon ik dus 3 weken geen video's maken, dus moet ik alles van tevoren maken. Maar ik wil wel nog zieke Minecraft video's. Ik kan heel makkelijk Minecraft gaan pompen en dat ik gewoon helemaal niks doe in de video. Maar ik wil wel een beetje dingen voorbereiden. Heb ik nu dus weer gedaan en ook omdat er nu wat minder vaak komt, kunnen er meer mensen denk ik gewoon volgen. We doen weer even full screen en we gaan gewoon weer lekker knallen, let's go. Voor deze video gaan wij... Eindelijk, ja, gaan we de schaap een naam geven. Voor de rest ben ik al ready. Ik heb alles al voorbereid voor een leuk mineavontuurtje. Want ik wil gewoon veel meer diamonds hebben. Ik heb nu maar 13 diamonds, gaat echt nergens over. Maar wij gaan eerst de schaap een naam geven. En iedereen, nou niemand kan dit verwachten. Eén iemand in de hele wereld kon dit verwachten. Wij gaan hem Tak noemen. Waarom Tak? Blijft een mysterie. Maar hij heet Tak. Gewoon, hij heet gewoon Tak, jongens. Waarom ga je er nooit achterkomen? Heel, misschien weten mensen die vroeger mijn Fortnite streams gekeken hebben waarom dit schaap Tak genoemd wordt. Of waarom het Tak is. Maar jij bent Tak. Morgen Tak, ons eigen nieuwe schaap. Let's go. Dit duurde veel te lang. Wij gaan nu, gaan wij lekker op pad naar de mijn. Want er is dus een nieuwe mijn. Oh ja, ik heb nog iets gedaan. Ik heb gebouwd, jongens, niet normaal. Ik heb gewoon gebouwd offscreen. Ik heb eventjes snel dit gedaan met zo'n fences aan die kant en die kant. En dan kom ik zo door het water heen en kom ik zo in mijn kistenkamer. Dat het iets meer onopvallend is. Dan lijkt iedereen, als je hier aankomt, denk je veel van, leuk zo'n watertje. Wat zou hier zijn? En dan is daar gewoon een geheime kistenkamer. Helemaal top. Maar wij gaan dus minen. We gaan niet strip minen, dat is veel te saai. We gaan de grot even verkennen. En, ja, hier trouwens... Oh, wacht, ik wil nog één ding. Ja, dat doe ik wel. Nee, dat doen we nu niet. Wat ik wou doen... Doen we het wel nu? Oké, dan gaan we daarna minen. Want dat wou ik eigenlijk offscreen gaan doen. Maar op zich hebben we hier überhaupt wel genoeg voor. Nee, daar gaan we nooit genoeg wheat voor krijgen. Wat ik wou doen is eventjes wat hol... Holpijlen? Nee, hooi. Balen. Oh mijn god, dit is echt weer heel triest. Nee, we kunnen er eentje maken. Oké, eentje is ook wel genoeg. Ik wil even zo'n hooi wil ik gooien, zeg maar. Een holbouw. Hoe zeg je dat? Een hooibouw? Zo, dat is echt heel erg afgang dit. Dat ik dat niet weet. In ieder geval, wat ik dus wou doen is dit maken. Ja, een heel beel. Zo heet het. Hey beel, denk ik. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Oh mijn god, jongens. Ik hoop dat jullie dit even geskipt hebben. Even ons lieve paardje. Hoppatee. Kan je lekker eten, ja? Nice. Oké. Wij gaan nu... Deze seeds mogen weg. Wij gaan nu dus even lekker minen. Op dus die plek waar die netherporter stond. Want daar was een hele cave die we gewoon nog niet hadden geontdekt. Prachtig Nederlands en zo. Die we niet hadden geontdekt. Dus dat was hier. Ik weet nog dat ik zo'n pijl maakte. Gewoon zo'n paal naar boven. Was het wel hier? Ja, het was hier. Let's go. Volgens mij was dit het hoor. Altijd als er iets leuks is. Ik neem trouwens ook gewoon het iron mee. Want dat iron kunnen omsmelten. Dat geeft mij weer extra experience. En ja, experience points is iets wat ik op dit moment echt wel heel graag wil. Hetzelfde geldt voor kool. Dat wordt lekker gehakt waar ik het kan vinden. Nee, maar dit was volgens mij die cave waar dus die nether portal uitkwam. Of waar ik dus... Ik ging uit de nether. En toen kwam ik hier uit. Ik wil sowieso ook in een toekomstige video wil ik eventjes... Zo, hey... Wil ik eventjes iets meer in de nether gaan doen. Want de nether is eigenlijk gewoon heel handig om van in de echte wereld van de ene plek naar de andere plek te komen. Want als je bijvoorbeeld een hele zieke village gevonden hebt. Bijvoorbeeld die ene bij dat water. Dan kan ik gewoon lekker door de nether gaan. En dan heel rustig, zonder stress, ben je daar in een paar seconden. Want je loop je even door de nether. En natuurlijk één blokje in het echt is volgens mij 3 blokjes in de nether. Dus dan ben je er 3 keer zo snel. Volgens mij was dat de ratio. Of is het zelfs 8? Misschien zelfs 8, ik weet het niet zeker. Maar één van de 2 in ieder geval.
Ja, voor mij zit zelfs 8 blokjes in de nether, is eentje in de dingen. Maar wij gaan dus gewoon even minen. Mensen vroegen van, Floris, kan je alsjeblieft weer een mine video maken? Mensen vinden dat heel leuk om te kijken. Nou, heb jij even geluk dat ik dat leuk vind om te doen? Dus dat gaan we gewoon lekker doen. Ik ga niet knippen, want dan kan ik een uur gaan minen en daar heb ik gewoon de tijd niet voor. Wel heb ik gewoon wat sappige dingetjes waar ik over wil gaan praten in deze video. Dus dat komt allemaal helemaal super Gucci. En ik zit nu te denken, weet je wat, ik wil eigenlijk veel liever gewoon toortjes in mijn hand hebben. Ik had dat schild even gemaakt, want ik had geen schild meer. Maar ik zit nu te denken van ja, ik denk dat toortjes misschien wel iets handiger is dan een schild. Maar waar wil ik het over hebben, jongens, in deze video? Jullie vragen het zelfs zeker wel af. Nou, ik wil het hebben over dat ik plannen heb om merchandise te gaan lanceren. Want dat wou ik al vroeger, echt, ik denk al een jaar geleden, dat wil ik echt al heel lang gaan doen. En dan is het niet per se om geld te verdienen, zeg maar. Het is puur, ik gelijk me gewoon heel erg ziek om mijn eigen merchandise te hebben. En dan kan ik gewoon altijd mijn eigen merchandise, zeg maar, gaan dragen in video's. En ik ben gewoon heel benieuwd of ik een eigen, nou ja, een soort van kledingmerk kan gaan maken, zeg maar. Of ik daar, of de belangstelling daar groot genoeg voor is. Of jullie dat dus echt ook willen of gaan kopen. Ja, natuurlijk, nu kan je allemaal ja zeggen, maar dan weet je natuurlijk niet of dat echt zo is. Maar ik wil dat gewoon misschien gaan uitbrengen, maar dan wil ik het, dan wil ik 2 verschillende merchandise hebben. Ik wil 1 merchandise gewoon met Floris erop, zeg maar, op een shirt. En gewoon voor echt de diehard fans die gewoon een Floris shirt willen, zeg maar. Maar dan gewoon wel mooi natuurlijk. En ik wil gewoon een merchandise maken. Daar wil ik echt een soort van mijn eigen merker van maken. Ik zit er nog heel erg over na te denken wat ik dan als merknaam zou willen doen. Hebben jullie ideeën? Laat zeker achter in de comments. Maar ik zit er gewoon heel erg over na te denken. Want ten eerste, het merknaam moet nog niet bestaan. Ten tweede, het moet gewoon dik zijn. Kijk, stel je loopt met een Floris. Kijk, als je gewoon in de basisschool zit of in de eerste misschien ook wel, dan boeit het niet heel veel. Als je bijvoorbeeld met een Enzo Knol t-shirt loopt of met een DDG t-shirt of wat voor een merch er allemaal bestaat of een Royalistic t-shirt. Maar kijk, als je nou 18 jaar bent of je gaat naar een universiteit, dan is het niet heel cool om een shirt te dragen met knolpower erop, zeg maar. Weet je, dat is niet heel. Kijk, op de basisschool is dat heel stoer gewoon nog en het is sowieso wel mooi, maar dat zou ik zelf als 19-jarige zou ik dat nooit dragen naar de universiteit of naar de HBO of waar je ook heen gaat. Of gewoon in de vrije tijd of bij het uitgaan. Vandaar dat ik eventjes een merk wil bedenken of een merknaam wil bedenken dat gewoon ziek is, dat je ook gewoon naar de universiteit kan dragen. Gewoon bijvoorbeeld, ik zat erover na te denken om iets te doen met Corps. Natuurlijk mijn Clash Royale naam, mijn YouTube naam voor Floris was Corps Royale. Voor de mensen die dat niet weten, dat was Corps Royale dus. Dat is op zich wel een redelijk origineel idee. En Corps staat best stoer, vind ik. Ik vind dat wel ziek, maar ik weet niet zeker of ik dat wil doen. Misschien wil ik iets van CR doen. CR kan dan als afkorting van Corps zijn. Maar dat kan ook gewoon CR. Staat ook gewoon, ja, ook een beetje, dat is enig jammer is dat het een beetje de afkorting is van Clash Royale. Dat verpest het een beetje, zeg maar. Alleen CR misschien als afkorting kan ook wel, denk ik. Maar daar moet ik nog even. Oh, gaat het water nu naar beneden? Ja, top. Daar moet ik nog even over nadenken. Ik weet niet heel zeker of ik heel warm ben voor CR. Maar dat is ook weer een idee. Misschien iets van letters. Ik moet gewoon allemaal nog even kijken. Oh, ik had echt zwaar een bucket moeten meenemen. Ja, ik had zwaar een bucket mee moeten nemen. Nee, maar ik moet nog even kijken wat ik gewoon vet vind om te gaan doen. Maar hebben jullie nog leuke ideeën, zeg maar, voor een merknaam? Laat dat dan zeker achter in de comments. Wat is onze eiwaarde? Is 13. Zo, dat is een partij sapper. Dat is een partij lekker. Want dan kunnen wij gewoon eventjes alsnog gewoon heel lekker even duimpjes vinden, jongens. Onder het genot van een leuk verhaaltje. Maar daar zit ik dus over na te denken, over merchandise. Maar ik ben heel erg, hoe zeg je dat? Oeps. Ik ben heel erg perfectionistisch. Dus als ik merchandise uit wil brengen, wil ik wel gewoon dat het iets is dat ik ook gewoon bij het uitgaan zou kunnen dragen. Of ook gewoon zou kunnen dragen naar de universiteit. Niet dat het iets sufs is. Even snel, snel, snel. Dus dat wil ik sowieso niet. Als er iets uitkomt, is het lijp. En dan is het ook iets wat ik zelf zou dragen. Dat vind ik wel heel belangrijk eigenlijk aan merchandise. Dat het niet zomaar is om even snel geld te verdienen. Van, hey, leuk, ik heb mijn eigen merchandise, kopen het, want jullie kijken mijn video's. Nee, 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 nee. Ik wil wel iets dat gewoon echt heel vet ook is. En waarom is hier al licht? Oké, dat is gewoon lava. Ik schrok even, ik dacht even, heb ik hier al toortjes geplaatst? Ben ik hier al een keer geweest? Maar nee, gelukkig niet. Nee, maar er moet dus wel echt iets zijn dat ik zelf ook heel vet vind.
En ik denk dat jullie dat dan wel waarderen. Dus ik ben daar een beetje over aan het nadenken hoe ik dat wil gaan doen. Ik ben natuurlijk, als dit online is, ben ik in New York of ik ben bezig met de ontgroening in Rotterdam. Dus tijd heb ik op dit moment niet echt om eraan te werken. Alhoewel, New York in de avond, ik ga natuurlijk daar niet uit, want dat is vanaf 19 jaar. Enfin, vanaf 19 jaar, dat zou ik wel mogen. Vanaf 21 jaar kan je natuurlijk uitgaan en drinken in New York en in Amerika. Laat maar zitten daar. En in Amerika. Dus ik kan helemaal niet, in de avond kan ik niet echt uitgaan. Ik kan misschien een keer naar de bios of zo. Maar je hebt op zich niet heel veel te doen in de avond. Dus dan heb ik nog wel tijd om aan iets te werken. Maar ik zit gewoon een beetje te denken hoe ik dat dus wil gaan doen. Het moet sowieso iets een heel ziek design zijn waarvan ik denk, ja, dit wil ik jongens. Dit zou ik zelf ook kopen. Dus daar ben ik een beetje over aan het nadenken. Dus dat was het eerste dingetje wat ik wou vertellen in deze video. Ideeën zijn altijd welkom. Daarnaast is er nog wat ik wil vertellen in deze video. En dat ging over mijn Instagram account. Zowel FlorisVU als FlorisFitness. Voor de mensen die nog niet volgen, volg mij. FlorisVU en FlorisFitness op Instagram. Ik wil dat gewoon veel en daar ook echt veel actiever maken. Ik heb op mijn FlorisVU account bijna 14.000 volgers. Kijk, dat is natuurlijk niet niks. Dat zijn best wel wat volgers. Heel veel mensen zouden dat echt heel graag willen. Maar ik doe daar eigenlijk gewoon veel te weinig, naar mijn zeggen, zeg maar. Doe ik daar gewoon veel te weinig mee met dat Instagram account. Dus ik wil eigenlijk om de 5 dagen, dat is een beetje het doel dat ik nu heb gesteld. Als deze, ik wil zeggen als deze video online komt, maar op dit moment is dat doel al gesteld, zeg maar. Wil ik proberen om de 5 dagen een foto te posten. Gewoon zo'n mooie foto. Kan soms ook voor de grap een foto zijn, maar mijn doel is wel een beetje. Nou, model ben ik natuurlijk niet. Dan wel, ik zie er best goed uit, maar hey, diamonds. Hey, dit is echt even een lekker cave hier. Nee, model ben ik natuurlijk niet, maar het lijkt me wel vet om een beetje die modelachtige foto's te posten op. Oeh, dit zijn er zoveel. Ik wil zo graag Fortune, hè jongens. Als ik level 30 ben, is het eerste waarvoor ik ga strijden is Fortune op mijn pickaxe. Fortune 3, want dan had ik hier nu in plaats van 7 diamonds, denk ik wel iets meer duimens gehad. Denk wel misschien wel 14. Nee, maar gewoon een beetje van die mooie poseerfotootjes. Dat is een beetje wat ik wil. Ik ga trouwens even kijken hoor. Maak even een dingetje. En dan maak ik, als ik dit altijd kool gehakt heb, maak ik er even blokken van. Nee, dus ik wil even van dat soort fotootjes wil ik dus gaan posten om de 5 dagen. Dat is mijn doel. En ik denk dat het wel te doen is. Ik ga natuurlijk zo naar New York. En daar kan ik echt wel elke dag een leuke foto maken. Desnoods moet ik gewoon af en toe, als het een mooie dag is of als ik een leuk idee heb waar ik een foto kan maken, moet ik gewoon even naar buiten toe en moet ik gewoon eventjes een kwartiertje fotootje maken. Want ik ben zelf niet heel erg kieskeurig als het gaat om Instagram posts. Als ik gewoon vind dat ik er een beetje oké op sta, dan is die al gepost, zeg maar. Daar ben ik niet de lastigste in. Je hebt mensen die dat heel moeilijk vinden van wat gaan mensen er nu van denken als ik deze foto post? Is die wel mooi genoeg? Staat mijn kont er mooi genoeg op? Nee, grapje, ik ben een meisje. Nee, maar in ieder geval, jullie snappen wat ik bedoel. En mij boeit dat heel weinig, jongens. Ik ben daar echt best wel makkelijk in. Ik moet geen lelijke foto zijn. Maar ja, als ik een beetje normaal op sta, dan post ik hem al. Dat kan je vooral zien op mijn Instagram-account. Er staan heel veel heel erg normale foto's op. Niet hele mooie. Alhoewel, die laatste foto die ik in Spanje had gemaakt, vond ik wel mooi. Die allebei trouwens. Die ene dat ik best wel bruin was op die foto, vond ik wel mooi. En wat ik ook wel mooi vond, was die ene foto, zeg maar, waar je mooi mijn spieren zag. Dat vond ik ook wel een leuke foto. In ieder geval, mij boeit het niet heel veel, maar ik wil dus om de 5 dagen, wil ik wel eigenlijk gaan posten. Dat is een beetje het doel. Dus dat gaan we ook gewoon lekker doen, hopelijk, als ik dat volhoud. Even kijken, is hier nog wat golden en gold? Oké, wacht. We kunnen wel even kijken of we... Ja, we hebben niet echt veel cobblestone. Ik had misschien gewoon even een stack cobblestone. Hey. Dat ging een beetje mis. Een stack cobblestone mee moeten nemen. Heb ik nog iets wat ik kan plaatsen? Ja, dit granite. Vaak rondom gold is ook diamond. Dus daarom dat ik met mijn zwaard de gold weghak. Nee, vandaar dat ik nu even het gold pak. Anders had ik dat gold natuurlijk nooit gepakt. Maar ik wil even kijken of hier nog extra diamonds zijn. Alhoewel, we hebben net al diamonds hier in de buurt gevonden. Dus de kans dat hier diamonds zitten zal wel niet al te groot zijn, maar wel eens hier. Oh, dan was er weer een lekke spike. Wel eens hier een nieuwe lava pool. Even kijken. Weer gold. Zo. Ik mag echt nu niet doodgaan, zeg. Zo, als ik nu weer doodga, hè. Dan ben ik al mijn... Trouwens,
Ik wou net zeggen, staat hij niet al gewoon op peaceful? Wat de hel, waarom staat hij op peaceful? Ik zit al te denken, ik krijg helemaal geen eten eraf. Wat gebeurt er nou? En ik heb nog helemaal geen zombie gezien. Hij stond gewoon verdorie op peaceful. Excuus. Is dat nou dirt? Of is dat een mineshaft? Nee, is geen hout. Het is geen hout. Het is geen hout. Ik baal echt trouwens dat ik geen bucket mee heb, jongens. Oké, nou hier is niks. Gaan we gewoon weer lekker terug. Ook bucket heel handig voor als je in de lava valt. En dat is me wel eens gebeurd. Vooral in de Nether is me dat een keer gebeurd. Geen beste tijd, geen beste tijd, geen beste tijd. Oké, we gaan even door naar de overkant. We kunnen nog wel even hier hakken. Wat veel lava zeg. Ik zou echt zo graag nu even zo'n bucket willen. Dat ik even al dit lava plat kan gooien. En dat ik rustig kan checken van hoe en wat. Halen we even dit weg. Want ik vind dit nog wel een plekje waar diamonds kunnen liggen. En we kunnen nu weer zombies tegenkomen. Ik vond het echt al raar dat ik... Ja, ik vond het niet eens... Ik had er niet eens echt gelet op dat ik geen zombies tegenkwam. Het was vooral dat ik het raar vond dat er geen eten van me afging. Maar ik stond dus gewoon op peaceful. Excuus jongens, dit was zeker niet expres. Dit was zeker niet expres. Net dat het nog was... Dat heb ik sowieso de vorige video ook op peaceful gespeeld. Want ik denk dat dat nog was van de keer toen ik dood ging. Toen dacht ik misschien dat ik het kon... Dat ik kon ontsnappen door hem op peaceful te zetten. Nou... dat ging niet zo goed op de Nether. Ik wou even cheaten. Ik wou echt zo graag cheaten doen, maar het lukte me niet. Ik was gewoon zo noob. En je kan heel raar, maar je kan hier geen game mode... Of in ieder geval, ik kan het niet met mijn... Met mijn Skyblock map kan ik dat niet. Ik kan niet op game mode 0 zetten. Oftewel creative. Of is dat game mode 1? Ik weet het niet eens. Maar in ieder geval, ik kan hem niet op creative zetten. Wat ik wel wou doen bij mijn Skyblock. Waarom ik dat wou doen is omdat ik... Ik wou wat cobblestone incheat, want het duurde me veel te lang dat hakken. Maar ik heb uiteindelijk... Nou, wou ik het wel doen, maar het is dus niet gelukt. Dus ik ben nog steeds cheatvrij op mijn... op mijn mooie Skyblock survival serie. Dat vind ik trouwens ook echt een hele leuke serie. Het enige nadeel aan die serie vind ik dat het hakken van cobblestone... Maar dat is denk ik sowieso het enige nadelen van heel Skyblock. Dat vindt iedereen wel vervelend die Skyblock speelt. Wat wel chill is dat we nu al level 18 zijn. En we begonnen volgens mij deze aflevering met level 7. Dus met dat koolhakken schieten we heel veel op. En na deze kool ga ik er even blokken van maken. Oké, dat is dit het moment. Hoppatee, volgens mij kan je dat gewoon zo doen, toch? Ja, kijk. Let's go. Dan hebben we altijd 2 stacks kobbel. Even kobbel. 2 stacks kool. Dan hebben we de kool stone. En dan hebben we de kool zelf, zeg maar. Maar telkens als we meer dan een stack hebben, dan ga ik er weer een steen van maken. Dat scheelt wel wat ruimte. Dat kan ik trouwens ook doen. Dat ga ik gelijk ook doen van de redstone. Oh, ik ging allemaal terug waar ik net mijn workbench neer had gepleurd. Maar dat was natuurlijk nu geen workbench meer. Even kijken hoe ver we komen. Zo, en dan hoppatee, 19 blokken, en dan kunnen we nog eventjes wat door, en dan hebben we nu 20 blokken, en dan kunnen we nog een keer door, 21 blokken, 22 blokken, holy, hebben we precies genoeg, eentje houden we over, 23 blokken, let's go, dan hebben we nu weer meer ruimte, dat is echt heel handig, iemand zei dat in de comments, en dacht ik van ja, waarom ben ik zo dom dat ik dat niet eerder heb gedaan, of waarom ben ik niet zo slim dat ik dat niet eerder heb gedaan, Waar was ik gebleven? Oh ja, met de Skyblock serie. Ja, dat is dus, vind ik echt een top serie. Het enige jammer is dat ik dus niet kan inspannen. Oh nee, we waren bij de Peaceful gebleven. Dus ja, ik kan dus niet op een of andere manier werkt. Nee, zie je, dat is nu game mode, is geen, comment meer. En ik vraag me echt af hoe dat kan. Kunnen mensen dat zeggen in de comments? Want dan kan ik toch wel eventjes makkelijker Skyblock video's maken. Want dan kan ik lekker gewoon rustig de cobblestone inspannen. Want ja, wat ik nu dus doe, is letterlijk. Ik ga eten, ik leg een boek op mijn rechtermuisknop. En dan zorg ik ervoor dat er een hekje achter staat, zodat die blijft doorhakken. En dan kom ik terug om de 5 minuten om een andere pickaxe te selecteren. En dan ga ik weer weg. Ja, weet je, jullie krijgen dat toch niet te zien. Want ja, ik doe eigenlijk niks. Dus waarom kan ik het dan niet gewoon inspannen, denk ik zelf. Maar... Heel veel mensen vonden het ook niet leuk. Heel veel mensen zeiden, ja, weet je wat, Floris, doe gewoon lekker. Span gewoon lekker in. Mij boeit het niet. 10, ja, we zitten echt moeilijk laag. Ik vind dat we nog weinig diamond gevonden hebben. Het komt ook omdat we niet echt op een heel snel tempo deze god aan het verkennen zijn. We zijn voornamelijk gewoon kool aan het hakken. En redstone aan het hakken. En iron aan het hakken natuurlijk. Hoeveel iron hebben we alweer? We hebben al meer dan een stack. Voor de experience. Maar het tikt wel lekker aan. Dus ik mag eigenlijk niet klagen. Krijg je meer van redstone of meer van... Cool. Ik denk meer van kool, want het redstone gaat wel heel langzaam. Alhoewel, het kool zal ook wel... Nou, ik denk hetzelfde. Ik denk hetzelfde eigenlijk.
Oké, nou dat was al een redstone en al een coal. Lopen nu weer terug naar die lavapool. Ja, dat is nice. Dan gaan we even via deze manier gaan we even de lavapool oversteken. En dan hebben we hier weer een heel nieuw gebied. En hopelijk vinden we nu wat extra diamonds. We hebben nu 7 diamonds, dus in totaal brengt dat op ons op 20. Dus dat is zeker niet verkeerd. Nou, dit gaat nou omhoog. Dat is niet echt wat ik wil zien eigenlijk. Ik wil meer diamonds. Oh, gaat het hier doodlopen? Ik weet het niet. Gaat het hier doodlopen? We gaan even checken. We gaan het even checken, jongens. En daarna gaan we weer de kool weghakken. Ik hoop niet dat het doodloopt. Het loopt in ieder geval omhoog. Dus dat is al niet echt een goed teken. Oh, loopt het dood? Loopt het dood? Nee, het loopt naar een zombie spanner. Zou er een zombie spanner zijn als hij op peaceful staat? Volgens mij wel. Maar dan. Of is het. Ja, het is een zombie spanner. Jammer. Ik had meer gehoopt op een. Op een skeleton spanner. Wacht even, hoor. Het wordt nu een beetje. Het wordt, ja, inderdaad. Het wordt een beetje te heet onder de voeten. Zo, wacht even, jongens. Even, we gaan niet dood nu. We gaan toch niet dood nu? Kom op. Even niet gek doen. Ja, goed zo. Dan. Ja, ik kan hem zelfs kapot maken. Want ik die zombie spanner boeit me echt heel weinig. Of dit moet echt net onder mijn huis zijn. Dat we zeg maar. Oeh, kijk eens aan. Toppen we dit hierin. Redstone neem ik mee. Coal neem ik ook mee. Een dubbele armor neem ik mee. Gunpowder neem ik voor nu even mee. Dit drop ik dan. En voor de rest boeit me dit niet. Oké, okay, prima, prima, prima. Dat is niet verkeerd. En wat wel verkeerd is, is dat het nu doodloopt. Dat is wel heel jammer. Ik ben benieuwd waar dit nu is. Ik kan eventjes F3. Ik weet niet uit mijn hoofd wat de coördinaten van mijn huis zijn. Maar als dit nou echt net onder mijn huis is, dan is het wel weer handig om deze zombiespannen te gebruiken. Maar waarschijnlijk zal het wel wat verder weg van mijn huis zijn. Want dit was ook niet. Deze cave begon ook niet heel dicht bij mijn huis. Ook niet heel ver weg trouwens. Boys, ik heb een beetje een probleem. Want ik heb niet echt een idee hoe ik nu meer diamonds moet gaan vinden. We zitten nu wel. Ja, nee, 28 is veel te hoog trouwens. 28 is echt veel te hoog. Ik weet trouwens ook niet wat ik. Wat moet ik, jongens? Wat moet ik met deze. Al deze iron? Ik kan er een beacon van maken. Ik kan iron golems maken. Maar iron golems boeien mij ook niet heel veel, to be honest. Ik bedoel, iron golems doen ook niet heel veel. Volgens mij, bij PewDiePie liepen ze zelfs gewoon weg. Ik weet, jongens, ik ben geen PewDiePie. Maar ja, als je wegloopt als iron golem, ja, dan hoef ik je ook niet. Even kijken, ik ben nu een beetje zat met al die coal te gaan verzamelen. Ik denk dat het plan is om een beetje deze kant op te gaan. Daar is namelijk meer van de lava pool. En bij lava zijn diamonds, dat is altijd een oude mythe. Dat volgens mij nog steeds opgaat. Dus wij gaan even naar de andere kant. Heb ik nog een verhaaltje om te vertellen? Nee, nou ja, ik heb nu dus verteld dat ik dus over aan het nadenken ben over merchandise. Of ik dat dus ga doen, is nog maar de vraag. Maar ik heb daar wel zin in. Lijkt me gewoon heel ziek dus, gewoon om een eigen merk te hebben. Maar dan moet ik dus over nadenken hoe ik dat dus wil gaan doen. Ook wil ik dus mijn Instagram actiever maken. En ik ga even een slok water nemen, want mijn mond is een beetje droog aan het worden. Op zich. Ja, ik moet eventjes nu even dit plaatsen. Wacht even. Maak ik hier weer wat extra blokjes van. En hier ook. Zo. Ja, dan hebben we eigenlijk helemaal geen ruimte meer. Even kijken. Gaan we even wat vis eten. We hebben ook nog allemaal meloenen mee. Waarom hebben we meloenen mee? Een stack kobbel weg. Dit weg en dit weg. Hebben we iets meer ruimte. En zo. Oké, nice. We hebben nog ineens al onze torches. We hebben nog ineens een stack torches opgemaakt. Dus we hebben echt veel te veel torches mee. Ik heb wel zo'n gevoel dat de cave verder gaat aan de andere kant van de lavapool. Maar dit kan ook doodlopen. Dus het is gewoon een risicootje. Nee, maar ik wil dus mijn Instagram actiever maken. Ik vind gewoon dat ik heel veel volgers heb. En mijn foto's bereiken ook best wel wat mensen. Niet natuurlijk dat elke volger je de foto ziet. Maar je kan wel door zo'n je Instagram account how do you say that in Dutch? How do you say that in English? Oh, mijn god, ik dacht dat het hier ophield. Maar het houdt hier helemaal niet op. Nee, je kan dus als je hem op bedrijfaccount zet, dan kan je dus zien hoeveel mensen je posts bekijken. En je kan ook bij stories kan je bekijken hoeveel profielbezoeken je krijgt bij per story. En je kan heel veel zooi zien allemaal. Maar je kan dus ook zien hoeveel mensen je bereikt. En ik bereik per post zo'n 8000 mensen die dus die post zien. Van mijn 13k volgers. Dus dat is op zich niet weinig. Dus als ik dan gewoon ook op Instagram mijn merk
ga promoten, kan het echt wel wat leuks worden. En dit is volgens mij wel het einde van de lava pool. Of nee, het gaat nu door, maar het is nu niet iets wat je nog kan zien. Zo, dat is vervelend. Ja, ik zit even te denken wat ik nu wil doen met mijn leven op dit moment. Ik had helemaal hoop voor de lava pool en dan is dit gewoon dood aan het lopen. Weet je wat, loop gewoon terug. Het mineavontuur zit hier misschien op. Ik weet niet of ik eerder al een andere route genomen heb. Dan moet ik even kijken nu. We gaan gewoon even kijken waar we uitkomen nu. Op het, hè, als we nu teruggaan deze kant op. Dat weet ik namelijk niet precies. Is er nog een deel dat ik niet geëxploreerd heb? Dat weet ik ook niet. We lopen in ieder geval gewoon een beetje terug. En we zien het vanzelf al. Hier ben ik heel duidelijk wel geweest. Oh, wacht. Dat was deze kant inderdaad die ik opging. En we kwamen van... kwamen van de andere... Oh ja, kom maar in de lava. Val maar in de lava, zombie. Val. Alsjeblieft. Val in de lava. Ja, let's go. Dat was wel mijn ladder die gebruikt. Dat was wel mijn ladder. Even kijken. Is er nu aan de andere kant nog iets leuks waar we heen kunnen? We gaan het snel genoeg zien. Ik ben wel echt bang om in de lava te vallen. Oeh, zeker als hij een beetje lekt. Nee, volgens mij is het een beetje dood aan het lopen. We lopen nog even deze kant op en anders hebben we al onze cobblestone... Oh nee, we hebben niet al onze cobblestone weggegooid. We hebben hier nog een stack. Ik wil zeggen, anders hebben we al onze cobblestone weggegooid om weer een pad naar boven te maken. Of in ieder geval gewoon een pilaar naar boven. Gaan we dat doen? Ja, we gaan dat doen. Dit was het avontuur, jongens. 7 diamonds is best wel slecht voor 25 minuten minen. Alhoewel, het valt allemaal ook wel een beetje mee. Het is ook weer niet drama. Ik kon ook gewoon geen cobblestone vinden. Dus het is op zich niet heel... Of geen cobblestone vinden. Geen diamonds vinden. Dus het is op zich niet, ook weer niet een heel groot drama. Ik weet dat ik wat ik nu aan het doen ben eigenlijk niet mag doen in Minecraft. Maar ik heb scheid. Dus ik doe het wel. En voor de mensen die denken, wat bedoel je nu? Nou, naar boven gaven. Neem ik even een visie. Hoe hoog zitten we op dit moment? 38. Flinke weg naar boven te gaan. Hé, daar is al dirt. Hoe kan er nu al dirt zijn? Zitten we nu al boven? Dat kan niet. Dat kan toch niet? We gaan gewoon even kijken. Zitten we nu al boven? Nee, want daar is weer steen. Jammer. Ik was even blij. Ik dacht even, oh, we zitten nu al boven. Maar nee. Dus niet. We gaan gewoon even nu even helemaal naar... We gaan gewoon helemaal naar boven graven. Jongens, Minecraft. Het is altijd maar weer een avontuur. Plaats ik even zo hoog mogelijk een torch daar. En dan kan ik deze weer weghalen. Het is allemaal een avontuur, jongens. Ik ben altijd weer een beetje aan het aankloten. Ik was goed voorbereid op deze video. Door middel van een cave te exploreren. En ik had goede resources verzameld. Om de cave te exploreren. Maar het gaat nu... een beetje de verkeerde kant op in de zin van, ja, het was best wel een kleine cave. Helaas, we zijn nu al ondertussen alweer een uur, of een half uur, dat zou wat zijn, een uur. Een half uur bezig. En kijk, dit is wel echt dirt. Dit is echt dirt dat je wilt zien, want volgens mij is dit de oppervlakte dirt. Ik weet het bijna zeker. Kom op, geef mij licht. Nou ja, niet echt licht, het is natuurlijk nu donker. Hé, hey, kijk, nu is het wat drukker. Hé, hey, komen nu hier uit. Dat is best wel dichtbij. Het had toch best wel gekund... dat die zombie spawner echt onder mijn huis was. Brengen we even dit allemaal thuis. Dan heb ik nu alweer 20 experience points. Dat vind ik echt heel erg netjes. Maar eigenlijk is het gewoon helemaal niet zo heel handig om... Waarom hebben we helemaal geen torches op dat dak? Het is helemaal niet zo heel handig om nu te gaan minen als je nog geen fortune hebt. Oh, wat ben ik trots op mijn nether cave. Ik vind mijn nether cave echt cool. We gaan even door het water heen. Volgens mij kunnen er niet eens zombies door het water heen. Dat kunnen we... Nee, alleen die spin achtervolgt. Maar jij, ja, als één iemand er niet doorheen kan, is die spin het. Top, we zijn weer thuis. Met heel wat extra experience points. Met biefstuk in de oven. Even kijken. Gooien we dit hier zo. Halen we... Oh, we hebben echt veel te veel kobbel. We hebben echt ziek veel kobbelsteun altijd. Wat dirt plaatsen zo. En dan gooi ik hier nog dit in. Ik wist niet dat we allemaal biefstuk nog hadden. Hebben we hier nog wat? En hier nog wat? Nee. Hebben we ook wat extra armor. Voor een paard die we... niet hebben. We hebben veel te weinig paarden. Ik ga hier eventjes wel blokken van maken. Dat is wel... Dat vult gewoon wat minder... Dat neemt gewoon wat minder plek in beslag. Want onze resource kist is ook best wel vol aan het raken met al de mine avonturen. Zo. Hoppatee. Nice. We hebben bijna een stack redstone blocks. Ja. Wat we nu nog... Oh ja. Ik wil nog één ding laten zien en dan ga ik de video eindigen. Heb ik mijn diamonds afgedropt? Ja. Dan moet ik even mijn coal afdroppen. Waarom lekt die soms zo? Dat is echt raar. Ik ga even nog laten zien hoe het ervoor staat met onze
hoe heet het? Onze challenge kist. Challenge kist? Wat zeg ik nou? Challenge board. Hoe het ervoor staat met onze challenge board. Want wij hebben nu wat dingen gecomplete. Ik weet niet meer wat dit was, maar dat heb ik al weggehaald. Paardenstal buiten. Gecomplete. Let's go. Schapen voor hoger maken nog niet. Klesseraatoren nog niet. Haven maken nog niet. Pickaxe met fortune of silk touch nog niet. Slaapkamer afmaken, ja, is zo goed als af. Ik kan er alleen nog wat een schilderij bij, maar dit is eigenlijk zo goed als af. Schapen naam geven is goed als af. Voor de rest, niks. Dus we hebben nu 4 plekjes over. Weet jij nog een leuke challenge? Laat dat achter in de comments. En misschien gaat jouw challenge wel op het challenge board. Jongens, ik hoop dat je een leuke video. De video is bijna een half uur. Nee, die is een half uur geworden. Jongens, ik hoop dat je een leuke video. Bedankt voor het kijken. Zien we in de volgende video. En tot dan, mensen.